Du von ihm. Erstmal. Okay. Handvoll. Ik weet het gewoon niet meer. Op 3. Nou, zo. Halverwege daar. Even kijken hoor. Waar stil? Drie nikkel. Goud en zilver doen. Voedsel tot mij nemen. Beter voor. Oh, zo.
One time copy. Hi, stalker. Iets raak. Kapot. Deep Gecko, I'll have a violence. Oh yeah. Fine. In 2 maken. Oh, what?
Een B is gek. Reserve tab. Oh ja, even mooi pakken. Volgen. Even buiten de base. Even iets. Strop kunnen zetten. Dat is nou allebei. Een groot ding trouwens. Weer iron power cell. Alleen geen vier kristallijn sol. Moet ik nog even fixen dan. Een plaatje. Direct heb, maar. Dat is niet heel super moeilijk. Ik zag gewoon. Ik moet geloof ik alleen de laatste baas nog. Samen met een van mijn mods. Voor de rest zijn we helemaal klaar, ja. Ja, op. Kwam eigenlijk ook een beetje zo uit. Nou, de plaatsteel hebben we. Hierin. F.
Waar ik nou ben in keer? Dat weet je. Een wonder dat ik geen ruimte heb. Wat is de bedoeling? Dan heb je gehoord dat dit een mooi spel moet zijn, maar geen idee hoe of wat. Dit is een, zeg je dat, een, oh, kom maar, ah, innemen. Een story-driven survival game. Dat is het idee van het hele survival game. En er zit een heel groot verhaal eigenlijk in. Waar het eigenlijk ook om draait. Laat me dat even vooropstellen, zonder te veel te spoilen. Dus de nadruk ligt meer op de story dan daadwerkelijk op... survival. Dus je hebt eigenlijk gewoon hit points, honger en thirst. Maar ja, het begint bij er veel mee bezig, maar daarna eigenlijk niet heel veel meer. Als je wel een beetje gesetteld bent. Ben ik zo goed als met de story klaar? Heel veel spoilers krijg je niet op het moment, dus dat is dan wel weer een voordeel. Nee, ik heb begin van de avond het laatste stukje story eigenlijk gedaan. Ik wacht dat ik nog een stukje story krijg. Maar de intro begint eigenlijk dat je crash landt op deze waterplaneet, laat ik het zo zeggen. Deze oceaanplaneet. Daar crash je spaceship op, met alle gevolgen van dien. Have fun. Ja, er is één officieel deel van, dat is deze. Nu komt er over 2 maanden, komt Below Zero, de uitbreiding om het zo maar even te zeggen, wordt dan officieel gereleased. Hij is nu in Early Access op de PC. Officieel is er nog, maar één deel van het tweede deel komt eraan. Huh.
Mooi. Totaal geen geweld in het spel. Niet het geweld wat we kennen. Wakker worden. Binnen. Het ging bijna uit hier, man. Oh, no. Als een Valheim, zeg maar. Nee, niet echt. Er zijn wat creatures die je aanvallen. Als je ze eenmaal weet, dan hadden die niet heel veel voor. Welcome aboard, Captain. Ik weet ook eventjes niet dat ik zo goed als door de game heen ben op dit moment, hè. Wat je bij mij ziet is sowieso anders dan het normaal is. De fighters zijn heel vriendelijk. Kom eens mee. Die sea dragons die willen knuffelen. Ja, dat wel. Dat is meer. Dat is het eigenlijk ook, dirty. In deze game. Het is meer het schrik-effect dan dat het daadwerkelijk iets doet. Natuurlijk je apparatuur beschadigt of jij krijgt damage als het gebeurt, maar het is niet dat je ze gaat af liggen slachten. Er gebeuren hier rare dingen, ik kan het alleen niet zeggen, want dan heb ik spoilers. Dus. Dan heb ik nog wel over als jij hem uitgespeeld hebt. Wat dat betreft is het echt geniaal, deze game. En wil ik even denken, volgens mij is het wel in deel 2 iets anders als ik me herinner van de early access. Dus ondertussen ook al even geleden dat ik die gespeeld heb. Oh, hier nog eens zoveel liggen. Volgens mij is mijn andere vriendelijke vriend die hier rond spom, is weg. Ik al te veel verklap. Nu niet meer. Dat verwachten ze. Ik heb nu wel even rondlopen dat ik hem toch wel weer gezien had ondertussen. Over. Echt nou dadelijk met mijn brin terug uit.
cyanide zitten. Kan het. Cyanide hebben we. Zilver. Eten. Gaan. Nog even de... laten liggen. Net de zilver op. Pakken. Misschien moet ik die voor zijn weg. Oh, hier rechts. Mooi. Ziet er gaaf uit. Ja, dit is dan ook wel echt het einde van de game momenteel, Shackle. Active lava zone, zoals ze dit noemen. Nou, terug recht in de boot. Daar zit weg. Ja. Kijk, om hier pap straks ook een beest te bouwen ofzo. Voor fun en de giggles. Er zit een liedje op en vooruit. Oh, sterfst. Julian. Fuck. Dat was nieuw. Yeah.
Ik denk iemand 100 meter. Ja, vanuit de koeien. Kijk, niet heel onbelangrijk, want het is weekend. Juist, en de kleine lekker bij opa en oma, dus extra rust. Niet heel onbelangrijk. Tijd tot tijd een weekendje voor jezelf. Ga ik even kijken wat voor ik nou aangeboden krijg. Hier, twee power cell. Even wegleggen wat we nog bij hebben. Even kijken. Was het al? Plaatsteelt. Huh? Ja, dan gaan er nog twee iron cells. Ja. Deze bedoel je? Daarom zeg ik al, ik zit op het einde. Dus ik weet ook niet of hier dadelijk een stukje story mode komt, want ik heb deze raket nooit gebouwd. Ik weet alleen het belangrijkste stukje story, dat heb ik sowieso gehad. Ik weet niet of dat er dadelijk nog hints na dat stuk komen, om zo maar te zeggen, maar... Yes. Ik klop shield generator. Oh, die kan ik ook gewoon uitpakken. Plasteel Unlimited Glass computer chip. Dat vind ik wel lekker. Hmm.
wil weer terug naar mijn Cyclops. Naar de Cyclops. Door kracht moet ik het door daar doen. Ja, ik heb hem daarop zitten en ik gebruik hem eigenlijk niet meer. All systems online. Kijk wat. Bones. Kijk wat ik diep zee module hier. Ik heb met tot 900, is dat even 3? Niet nou. Toch. Maximum. Dat is jammer. Begrijpelijk, maar jammer. Black Desert Online nog niet meer hebt, hij is nu gratis, tijdelijk gratis. Maar is dat niet een, wat Steam altijd heeft, dat dat maar voor een weekendje gratis is en daarna niet meer? Ik zag inderdaad een tweet van Steam voorbij komen. Met sterretjes, some restrictions apply. Dus ik weet even niet wat dat bedoeld wordt daarmee. Heb ik daar toch niks aan om op Steam te hebben. Mijn account zit op, al mijn spullen zitten op de account buiten Steam. Upgrades. Ik ben
steen. Spannend. Dat was waar een poly en power cell. Yep, dat gaan we niet doen. Dat kan wel gewoon niet. Toch niet echt nodig. Benzine ook niet. Niet laten liggen. Laat dat klaar. Allemaal. Zat er weer? Je moet wel nog even data transfer aanvragen. Ja, nee, dat heb ik al gedaan. Met mijn bestaande account. Dat is allemaal al geregeld. Nadat ik ook wist. Ik aan Steam niet echt wat aan heb. Ik kan er maar van klikken, maar. Oh, kijk, dat ligt niet aan mij. Daar ben ik de hele middag fucking mee bezig geweest om te kijken waarom mijn exports niet werken, maar. Kijk maar, zit dat bij. Issue bij Twitch momenteel. Huh. Ik ga uit Monster dat tweeten. En dat is de YouTube editor van Cool. Is altijd zo geweldig, hè? Okay.
Plasteel en chip. Plasteel. Dat hebben we nog. Vol. Wat Oh nee. Firing. Eentje. Even erbij halen. Zo. Yep. Aha. Laagje erop zetten. Heel veel van die constructie, van die nosecone. Neptune 1 rocket online. Neptune 1 rocket online. Mooi. F7. Laten we überhaupt ongeluk verder gaan. Diep in de zee. Oh nee. Time capsule. Thank you.
maar klaar. Uit als we die timecapsule vullen en dan cockpit wachten, pakket starten, dat game over is. Een zilver. Dat die timecapsules die ik vind, dan is het misschien wel interessant om inderdaad dit erin te doen. Joepje erin te doen. Dat helpt mensen natuurlijk. Inpassen, maar platoes. Zelfs nog even een backup maken. Waar sta je? Zelfs weg. Oh, ah, maar. Even een backup. Zo. Mocht ik dan mogelijk overheen zeven of hij doet een autosave, dan in ieder geval een backup op dit moment. Als ik hem moet maken. Ja, dat weet hoe dat gaat met games. Echt
Slots. Zo. Niets. Oh. Oh. Nog uit. Ja. Ja, vooral als je die redelijk vroeg vindt. Dan heb je in ieder geval die twee power cells waar je ontzettend veel aan hebt natuurlijk. Foto maken. Foto manager. SF11. Wacht. Schieten of doet hij dat vanzelf als ik kijk? Primary computer systems active. Life support systems online. Dat pak ik ook op. Ook moet alleen nog alles een verdieping lager natuurlijk aanzetten als. Natuurlijk niet heel veel doen. Pressurizing hydraulics. Communications systems array active. Auxiliary power unit online. All systems are go for liftoff. All system go for lift off. Hey, dat waren de laatste twee achievements. Ready to launch on your command, Captain. Launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time capsule jettison. Caution, approaching orbital debris field. Orbital debris field clear. Performing gravity turn maneuver. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, one. What is a wave without the ocean?
a beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. Oh. Okay. Inderdaad, we zijn veilig de zaakjes van de planeet afgekomen. Geen nieuwe track kracht van welk geld dat ben. Welcome home to Altera. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits. Oh ja, dat is ook een ding. Ik ga wel eens even niet op in wat dat ermee te maken heeft. Dan wil je credits. Ja, dat was het einde van Subnautica. Nu had ik tot net het stukje voor de raket, want de raket had ik niet gebouwd. Laat ik het zo zeggen, de vorige playthrough. Met de main story hebben we wel gedaan, dus op zich was ik al doorheen gespeeld. Nu ben ik alleen aan het denken wat ik nu ga doen voor de komende anderhalf uur. Dat is natuurlijk wel weer een ding nu. Mm-hmm.